Vrouwencultuur, wilt u dit symbool dat staat voor sport bevestigen op het plateau? En belooft u een trouw supporter te zijn van die sportiviteit die u hoog in het vaandel heeft? Wat is daarop uw antwoord? Kom maar even naar de microfoon. Ja, dat wil ik en dat beloof ik. Dat is één. Dan twee. Jong is sport. Wilt u dit symbool dat staat voor cultuur bevestigen op het plateau? En belooft u cultuur alle ruimte te geven zodat zij tot volledige ontplooiing kan komen? Ja, dat wil ik en dat beloof ik. Nieuw Heerten beschikt nu over een multifunctionele accommodatie. Vrijdag 10 oktober was de officiële opening en zaterdag was er open huis. Is het echt een multifunctionele accommodatie geworden hier? Het is zeker een multifunctionele accommodatie geworden, in optimaal formaat. Elke vereniging heeft je onderdak kunnen vinden en we draaien inmiddels al vanaf 1 september in deze accommodatie. En je ziet nu dat iedereen zich al gezetteld gaat voelen. Ja, en welke voor verenigingen zijn er zoal in clubs? Het varieert van een toneelvereniging tot een carnavalsvereniging. Schildersclub hebben we hier, we hebben diverse sporten. Dus eigenlijk alle verenigingen die in Nieuw-Heerten actief zijn. Daarbij hebben de vrijwilligers een grote rol gespeeld, neem ik aan. De vrijwilligers hebben een hele grote rol gespeeld. Zonder de vrijwilligers hadden we deze accommodatie niet kunnen bouwen. Als u om een voorbeeld te noemen, ik denk dat een derde van de bouwwerkzaamheden gedaan is door eigen bouwvakkers, eigen medewerkers. Fantastisch geworden. En wat voor een rol heeft Plaatselijk Belang gespeeld? Het Plaatselijk Belang heeft in feite de vitaliteitsgroep opgezet een aantal jaren geleden, eind 2006 een beetje. Om de vitaliteit van het dorp te verbeteren, hadden we met 10 punten gedefinieerd. Een van de punten was de realisatie van de MFA. En dat in feite het traject is binnen het plaatsenbaan opgestart middels de vitaliteitsgroep. En dat hebben we hier in feite tot uitvoering gebracht. En wanneer is de bouw begonnen? We hebben vorig jaar 19 oktober hebben we de eerste schop in de grond gezet. De daadwerkelijke bouw is eigenlijk in december begonnen. En vanaf 1 september zijn we hier gaan draaien met deze accommodatie. Dus we hebben heel snel dit hier neergezet. En we hebben natuurlijk een fantastische winter gehad, we hebben namelijk bijna geen winter gehad. Volgens mij komt de beltennaam van dat er vroeger een vuilnisbelt hier was of zo, of niet? Nee, ja. Nu ben je altijd nog wel zo overdag van op de meur. Ja, dat ben ik. Maar ben je dit nu niet weet, nou, dan valt je toch een beetje van de thee. Anderhalf jaar geleden kwam de stichtingbestuur bij me of ik wilde helpen om de vrijwilligers aan te sturen. Ik heb er eerst over nagedacht. Ik heb 35 jaar geleden ook al iets mogen doen in wat kleinere schaal. En ik vroeg me wel af, zou het nog lukken anno 2013-14 om nog zoveel vrijwilligers te krijgen? Uiteindelijk heb ik toch ja gezegd. En nu een jaar verder, moet ik terugkijken, zeg ik van fantastisch. En je hebt hier gewerkt als projectleider? Ja, ze hebben dan de naam projectleider genoemd. Hoe je eraan hangt, dat maakt dan niet zoveel uit. Ik heb met name dus gezorgd voor dat de vrijwilligers op tijd aanwezig waren. Het juiste aantal. Coördineren van alle werk wat buiten het officiële bouwwerk en installatiewerk om gebeurde. Dat de vrijwilligers daar op de juiste plek en de juiste aantallen aanwezig waren. En ook door omstandigheden van iemand anders die
toch niet is uitgevallen, heb ik ook een wat andere taak van technische aard dingen bijgenomen. Ja, en dat resulteerde wel in, zeker de laatste maanden, om van elke dag hier toch wel veel uren aanwezig was. Maar, vandaag loop je hier met een trots gevoel. Inderdaad, in één woord trots zijn we, maar ik niet alleen. Gelukkig alle Nieuw-Wetenaren, bijna alle Nieuw-Wetenaren zijn trots dat we dit toch wel in dit jaar tijd hebben klaargestoomd. Want het is toch een megaklus en als je het aantal uren kijkt, dan is het ontzettend groot. En wat me ook heel erg op is gevallen, dat we zo toch enorme diversiteit hebben aan vakmensen die op allerlei fronten ingezet zijn. En ja, dat is ook mede toch wel door het bestuur destijds opgezet, allerlei commissies te benoemen, die allerlei ideeën hebben uitgewerkt en die uiteindelijk weer samenkomen en tot uitvoer komen. Maar dan kun je alle mensen die op wat voor manier ook maar wat willen doen, kun je dus inschakelen. En dat is enorm goed gelukt. Het symboliseert in feite alle verenigingen die hier aan meegewerkt hebben. En ik wil graag Gerard en Heidi vragen om de kunstwerk nu te onthullen. Als afsluiting van de open dag werd er nog een kunstwerk onthuld door Heidi Bouwman en Gerard Lindhorst. Gemaakt door de gezamenlijke gebruikersgroepen. Je liep hier volgens mij een beetje elke dag rond, of niet? Nou, op het laatst wel elke dag, ja. Nou, als ik begin, ben ik vorig jaar, in mei ben ik gevraagd door de stichting. Omdat ik nog een affiniteit heb met straatwerk, riolering en dat soort dingen. Of ik meer wil denken over de buitenruimte, de inrichting van de buitenruimte. Daar ben ik in mei mee begonnen. Dus eigenlijk was er nog helemaal niks. Heb ik een ontwerp gemaakt. Het ontwerp wat er nu ongeveer ligt. Dus zijn we mee bezig geweest tot en met de kerstvakantie. Ook budgetteren en de begroting gemaakt. Toen op zoek naar geld, want de buitenruimte is helaas altijd nog een sluitpost in zo'n soort project. En daar hebben we besluiten gekregen, dus het budget was op een gegeven moment voldoende. En op basis daarvan zijn we in december zijn we ingehaakt, want toen was de bouw natuurlijk al gestart, die is in oktober gestart. Zijn we ingehaakt met met de riolering, hebben we in de kerstvakantie riool rond het gebouw gelegd. En zodanig dat de bouwers, de metselaars zo verder aan de slag konden. Op een gegeven moment was het zover dat we met de buitenruimte bezig konden. Dus met het straatwerk, grondwerk enzovoort enzovoort. En dat heb ik geprobeerd om het zo goed mogelijk te begeleiden. En dat we met de hoogtes en de kolken en de parkeerplaatsen en dat het allemaal ook een beetje uitkwam zoals de bedoeling was. Ja, en heb je nog uitgerekend hoeveel uur je gewerkt hebt hier? Nou, toevallig vanochtend heb ik de rekenmachine erbij gepakt. En ik denk dat ik zo'n beetje, misschien op de 700 à 800 uur kom. Ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar ik denk dat ongeveer de tijd is. Dus het was weinig tijd voor andere dingen eigenlijk, of niet? Ja, mijn vriendin die zegt ook van... nu wordt het klaar is. Ja, nu wordt het tijd dat je weer thuis komt, ja. En vind je het mooi geworden? Het is super strak geworden. En dat met al die vrijwilligers, nu ook het gebouw is klaar en dat je nog steeds elke zaterdag met 40 mensen aan de slag kunt hier. Iedereen komt spontaan en het is hartstikke leuk. Ik ben een hele trotse voorzitter, maar ik denk dat er meer mensen in dit dorp zijn. Waar mensen allen hebben hier iets fantastisch neergezet. Dat merk je ook in zijn algemeenheid, dat merk je gisteren ook. Iedereen was gewoon hartstikke trots.